Goedenavond, bonsoir. Als coach Mark Brijs is gaan zitten, kunnen we beginnen met uw analyse, coach? Dankjewel. Ja, goedenavond. Je hebt soms scenario's die een wedstrijd vastleggen. Ik denk dat wij veel te angstig aan die wedstrijd zijn begonnen. Waarom? Ik vraag het me nog steeds af. En dan krijg je die eerste vrije trap, gevolgd dan door die tweede. Ik heb de beelden gezien, wat eigenlijk een fout interpretatie van de scheidsrechter is. Dan kom je achter, dat geeft heel veel boost aan de tegenstander. En dat neemt heel veel weg bij ons. Wij hebben nog altijd die wedstrijd op Kortrijk in het hoofd. En dan valt dat tweede doelpunt daar met die corner. Maar waar ik mee moet bezig zijn is vooral het spel. Dat is heel angstig. Ik denk dat wij 75% achterwaarts hebben gespeeld in plaats van voorwaarts. Als je aan 2-0 achter staat, is dat niet het beste idee. En dan probeer je toch wat vuur in en vooral die angst weg te nemen. Ik denk dat wij de tweede helft heel goed begonnen zijn. Dat wij inderdaad die gene en die angst naast ons hebben weggelegd. En dat wij volden voor terug een wedstrijd te maken, voor terug in die wedstrijd te komen. Wat we wisten als je 2-1 maakt, dat daar terug vuur is. En dat is ook gebleken. En dan kom ik terug tot dat scenario. Hè. Als het tegen zit, dan zit het ook tegen. In plaats van dat je dan 2-2 kan maken, met die twee kansen die we toch hebben gekregen, dan wordt het te snel 3-1. En dat doodt een wedstrijd. Dus dan gaan terug die kopjes naar omlaag. En dat is jammer. Ik denk vooral die tweede helft hadden we hen echt goed onder druk. En waren de kansen voor ons. En daar hebben we te weinig mee gedaan. Maar dat cijfert onze eerste helft uiteraard volledig niet weg. Dus, Dank u wel, coach. Dan nu de analyse. Analyse de Frank Verkouteren. Ja, ik ga niet herhalen wat Mark hier gezegd heeft. Ik denk dat ik daar alleen maar kan op verder gaan. Dus we zijn heel goed begonnen. Een beetje verrast in het begin door de opstelling, maar niet door de animatie. Omdat we alles onder controle hadden en ook maximaal geprofiteerd hebben van de momenten en de stilstaande fases. Om dan een beetje terug te vallen in het verlies van controle. En dan heeft Sint-Truiden eigenlijk gedaan wat we van hen verwachten. Dat wil zeggen, het ons moeilijk maken. Dat wisten we van in het begin, dat het geen makkelijke match kon zijn. En het keerpunt was natuurlijk die 3-1. Maar ik zeg het, dat is een werkpunt. Maar dat zeker was iets normaal ook. Om, gezien de leeftijd, gezien de ervaring, gezien de afwezigheid van een aantal spelers. De realiteit te hebben dat er op sommige momenten nog wel eens problemen zouden kunnen komen en dat je de controle gaat verliezen. Eens het keerpunt, dan zag je opnieuw de uitstraling, het vertrouwen en het verschil. Maar langs de andere kant, als je bekijkt hoe we begonnen zijn, als je bekijkt dat we 4 golen hebben gemaakt, dat we nog een aantal andere kansen hebben gecreëerd, dan denk ik dat we naar hetgeen dat we zochten, dus de combinatie van goed voetbal en efficiëntie, dat we dat vandaag getoond hebben. Dus naar de ploeg toe en naar iedereen die daar aan meegeholpen heeft, dikke proficiat. Maar we zijn bewust dat er nog werk is, dat er nog progressie nodig is. Maar ik denk dat er wel een goede basis staat en dat er een belangrijke overwinning is behaald. Dank u wel. Vocation, uw vragen? Ja, uiteraard. Ja, zeer zeker. Hè. Maar we moeten analyseren hoe die doelpunten er komen. En als je vol voor die 2-2 gaat, dan neem je risico's. En dan weet je dat je op een counter kan lopen. Als Shadley, die een wereldster is, tegen een jongen moet spelen die vorig jaar de selectie niet haalde en nu omgetuind is tot een verdediger. Ja, dan weet je dat je op sommige momenten met vuur kan spelen ook. En, dat derde en dat vierde doelpunt, dat is jammer. Maar het zijn die doelpunten die zo snel vallen, ook op Kortrijk. En
Ja, dat zijn toch zaken die makkelijk te voorkomen zijn. En dat lukt ons blijkbaar niet. Francky, la prestation de Salemakers dans l'axe de l'entrejeu était une belle surprise. Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que tu penses de sa prestation? Et surtout, est-ce que ce choix était lié à l'absence de Vlap? Oui, bien sûr, on a quand même eu quelques casse-têtes cette semaine, hein, dans le sens où il y avait des choses attendues, comme le fait qu'il y avait des suspendus, mais ils sont ajoutés à ça des blessés inattendus, des malades, hein. Même ce matin on avait encore un problème avec Hendrik, donc tout ça, ça fait qu'il y avait quand même il fallait rechercher certaines solutions. On en a essayé quelques-unes à l'entraînement et on a finalement choisi pour ça. Donc c'est clair, je suis content de sa prestation, mais je dis que c'est une prestation collective qui est, selon moi, est la plus importante. On a dû aussi adapter un peu, on a dû un peu réagir à certaines questions qu'on avait vis-à-vis de ce que Saint-Tron faisait, donc ce qu'ils ont très bien fait, mais dans l'ensemble, je dis que c'est une victoire collective. Et qui joue, comment on joue, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'équipe gagne et que l'équipe ait le rendement maximal. Mais c'est vrai que cette semaine, on a eu pas mal de casse-tête pour répondre ou pour mettre les cartes comme il le fallait. Franky, het is een collectieve zegen, zeg je, maar de terugkeer van André Terbel zorgt wel voor een bepaald evenwicht, meer ervaring ook. Hoe belangrijk is hij? Even belangrijk als de andere jongens die we laten staan hebben. We zijn verplicht geweest van een aantal dingen te wisselen. En gewoon kijken op het moment dat je moet veranderen, wie kan daar het beste aan voldoen. En natuurlijk kijk je naar een aantal elementen zoals maturiteit, zoals ervaring, zoals de kwaliteiten van Adriaan. Maar voor mij is het belangrijk dat het is een speler zoals een ander. En ik denk dat je daar moet van gebruik maken als je denkt dat dat de beste oplossing is. En ik zou zeggen, van het verleden, daar moeten geen andere dingen blijven bij hangen. Je moet daar natuurlijk wel rekening mee houden en daar bewust van zijn. Maar ik denk dat, en na gesprek ook met hem, dat het duidelijk was dat wat we van hem verwachten en waarvoor het stond. En dat is, of daar heeft hij vandaag heel goed op geantwoord. Het was, ik zou zeggen, een keuze die bepaalde voordelen had. Er konden er ook nog andere volgen of andere zijn. Maar hij heeft beantwoord aan de verwachtingen, heeft gedaan wat hij moest doen. Dus naar zijn taak toe en naar zijn rendement toe was hij aanwezig. Frank, zijn niet aangenaam verrast door de sfeer in het stadion? Anderlecht 13e en toch zo'n sfeer. Terwijl je hebt andere tijden gekend waar Anderlecht 3e was en dat er gefloten werd eigenlijk. Ja, nee, zo moet het eigenlijk altijd op Anderlecht zijn. Of dat je nu, ik zou liever 3e staan dan 13e, maar ze moeten er altijd zijn op Anderlecht. Dat is ook wat men hier verwacht. Dus zij verwachten van de ploeg, maar wij verwachten ook van de supporters. Maar ik denk dat ze dat vandaag heel goed gedaan hebben, ook in moeilijke momenten soms. Want ik denk dat ze misschien op bepaalde momenten niet op hun gemak waren. Maar dat is wat je als speler of als supporter van Anderlecht moet doen. Mark, jullie begonnen met 4 verdedigers. Heeft dat te maken met de kwaliteit van Anderlecht aan de buitenkant met Chadli en Verschaar? Deels. Anderzijds, ik denk ook dat daar de mogelijkheden. Ik had verwacht dat ze vooral centraal het heel dicht gingen houden. En dan proberen eigenlijk met die dubbele bezetting op die flanken voor daar iets te creëren. Maar als je, wat is het, na 8 minuten 2-0 achter staat, dan valt dat snel weg natuurlijk. Frank, wat opviel is dat er meer verticaal werd gespeeld. Heb je daar een nadruk op gelegd van meer recht naar doel te gaan? Ik heb dat daaraan toegevoegd. Nee, ik heb gewoon gezegd, kijk, we gaan de filosofie niet veranderen. Ik denk dat er ook op het moment dat nog breed is gespeeld, alleen misschien 1 keer te veel, hè, de aanleiding naar het doelpunt toe. Maar het moest een combinatie zijn van. En ik denk dat de jongens dat heel goed hebben opgepikt om... Wij moeten durven, wij moeten initiatief nemen, wij moeten berekend risico nemen. Maar als het zich niet anders gaat, dan moet er ook een bepaalde realiteit zijn. En verticaliteit is volgens mij toch in voetbal heel belangrijk, o zo belangrijk. Dus op bepaalde momenten denk ik dat we dat heel goed kunnen gebruiken. Maar ze hebben dat ook gedaan, denk ik. Dus daar hebben we, denk ik, ja, wel wat een stapje gezet. Ja.
Frank, de impact van Nasser Chadli is enorm. Is dat een jongen voor jou die nu al de Belgische competitie ontstijgt? Of hoe zie jij zijn impact op de ploeg? Ja, we hebben geprobeerd van hem in de best mogelijke omstandigheden te behouden en hem, ik zou zeggen, en hem te behouden binnen de kwaliteit die hij de laatste weken bracht. Ik zou zeggen, zowel op Anderlecht als bij de nationale ploeg. Dus we hebben ook gedacht aan, we gaan hem veranderen van positie. We hebben het ook even gedaan in de match. Maar hij is natuurlijk, zowel naar de ervaring als naar de kwaliteit toe, ja, veranderen echt heel belangrijk. Maar hij is in de Belgische competitie. Ik denk dat er nog spelers zijn teruggekomen. Dat kan alleen maar de Belgische competitie ten goede komen. Dus overstijgen? Nee. Overstijgt sommigen misschien. Maar de Belgische competitie zou van dat niveau moeten zijn. Dat die spelers hier spelen en niet ergens anders. Het is nog vroeg, maar denk je dat je Kompany kan recupereren voor volgende week? En Sandler, was hij ziek? Of? Sandler heeft een probleem aan de knie. Een compagnie weet ik niet, dus daar gaan we proberen geen datum op te plakken, daar alles aan te doen om zo goed en zo snel mogelijk terug te brengen, maar ook zo goed mogelijk. Dus we gaan daar geen datum op plakken of geen match. Laat ons gewoon zorgen dat hij zich zo goed mogelijk voorbereidt om zo snel mogelijk terug te komen. En de blessure van Sandler, is die ernstig? Of? Ja, normaal niet. Dus laat ons hopen dat die snel terug in aanmerking komt. Maar ik zeg, het is moeilijk om daar nu al een prognose over te doen. Ja, nog een vraag. Daar. Moet je wel tevreden geweest zijn over de prestatie van Kana, die ja, toch in een heel jonge verdediging moest gaan debuteren? Ja, dat was een van de vraagtekens. Wie gaan we daar zetten? Wat de andere mogelijkheden? Maar het was altijd het omturnen van een verdediger in het middenvelder naar een centrale verdediger. Want met verlies van Kompany van de twee Nederlanders was het voor ons niet zo evident om daar een oplossing te vinden. En uiteindelijk is de keuze op hem gevallen. Kayembe kon ook, andere oplossingen konden. Maar hij heeft tenslotte heel goed gedaan en heeft ook heel goed de gele kaart die hem gekregen had beheerd. Wat ook niet zo evident was op dat moment. Dus we zijn heel tevreden over die keuze. Oké, dank u wel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Marc Bester, succes.